Ik zag u net dansen, lukt dat nog? Ja, blijkbaar wel. Ja. Hoeveel kilometer zit er nu op? 68 volgens mij. Ja. Het ziet er goed uit. Ja, een beetje bladen, maar nog 2 uurtjes. Dus, ja. En loop je helemaal alleen? Ja. Respect hoor. Maar ik heb wel een hele grote fanclub. Ja. Heeft u al een moment gehad dat u dacht van, oh, ik zit er doorheen? Ja, al 3 uur. Ja. Maar... En het is nog 1,15 kilometer geloof ik hè? Ja, dus nou moet het lukken. Hopen we. Heeft u veel support? Ja, ja, best wel. Dus ja, dat is leuk. Komen jullie zelf uit Altena? Wij komen uit Andel, ja. Ja, dus superleuk verder om te doen. Het was eigenlijk met een gekkigheidje begonnen. Want we gaan de 80 lopen. Ik denk, ja, jullie zijn gestoord. Maar, ja. Dit is de eerste keer? Dit is de eerste keer. Oh. Maar goed, we zijn er aan begonnen en we maken het af. Op handen en voeten over de finish. Zoiets. Of ze moeten ons dragen. Maar het is wel leuk. Ik ben hier vanaf 6:30, meneer. Vanaf 6:30? 6:30. En wat heeft u toen gedaan? We hebben hier staan vullen, we staan hier voor lekkers uit te delen, drinken, eten. Ze komen niks tekort. Het zijn allemaal toppertjes die langskomen. Ja, en het is gezellig in Sleewijk. Het is heel gezellig. Muziek erbij van de buren. We mogen hier plassen bij de sportwinkel. Nou, wat willen we nog meer? Helemaal goed. Helemaal verzorgd. Ja. Dirk, hoe lang ben je hier al in Sleewijk? Vanaf 7:00, half 7:00 ben ik hier in Sleewijk. En ik ben om 7:00 begonnen gisteravond. Dus, Ja, wat heb je vannacht gedaan? Eerst bekeer regelen. En Albert ik toen een Babylonie in broek. Toen ben ik even 2 uurtjes even in de stoel gezeten en toen was ik weer hier. Ja. En hoe loopt de organisatie? Zijn er al afvallers bijvoorbeeld? Er zijn wel afvallers, maar hoeveel ik heb geen idee. Want ik sta niet in verbinding. Hé, hey, volhouden hè. Ik heb geen idee, maar ja, tientallen. Denk het wel hoor. Dan hoe is de sfeer langs de route? Wat valt je op? Ja, ik word een heel geweldige sfeer natuurlijk. Hè. Die mensen vooral hier nou, die gaan voor de laatste loodjes. En die moet je een beetje oppeppen hè. Ja. En dan, dat was gisteren al in Babylonie broek ook al, maar hier is toch weer anders. Hier zijn ze moe. En gisteravond komen ze dol uit de jas en Babylonie broek binnen. Dus ze hebben nog garage genoeg. En dan staan we lang leven de lol. Ja. En dat zie je niet meer. Nee. Nou, gaan er al signalen op, die hoor ik van lopers, dat ze zeggen van we willen volgend jaar weer. Ja. Hebben jullie die signalen ook al bereikt? Ja, die worden heel veel gehoord, maar ja, dat ligt aan de organisatie. De bedoeling is 1 keer, maar als je het animo hoort, dan moet het volgend jaar denk ik, maar het mag.